En ergens voelde je ook wel... Dat, nou, ik was toen een stukje jonger, maar voelde wel van... Ja, zijn ze wel echt gelukkig? Ze zijn supergoed. Maar de glimlach die was niet, niet zo vaak als je zou verwachten. En dat is wel iets wat inderdaad in, ja, in die periode wat je meer zag. En dat het langzaam eigenlijk de goede kant op ging. En, maar zei het dan iets over de turnwereld of over specifieke coaches? Ja, voor mij is de turnwereld. Dit waren meiden die verschillende plekken ook wel trainen in Nederland. En ja, het was eigenlijk wel een cultuur. En het was, als ik er ook aan terugdenk, dan zijn er ook die momenten van wat ik dacht van ja, dat kon echt niet. Maar meer inderdaad de sfeer, zeg maar. Een beetje de angstsfeer van ja, als ik iets verkeerd doe, dan krijg je op je kop. Dat was in, nou, toen ik een beetje basisschoolleeftijd had. Ja, dat speelde er wel. Maar ook bij de mannen? Of was dat alleen bij de vrouw? Ja, er zat een verschil inderdaad. Tenminste, ik heb altijd in Heerenveen getraind. En dan voel je dat bij de vrouwen wel. En bij de mannen was het ja, wat relaxter. En dan mochten wel gelachen worden. Natuurlijk treden wij keihard daar niet van. Maar het voelde wel goed. En ja, bij de dames dacht ik wel van... Nou, volgens mij moest wel iets meer plezier Maar je zegt... We, da- we,